welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Jundreemis. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet om het belletje te drukken. Voor op de hoogte te houden van het rijden en zeilen. En ja, ik ben hier aan het schoonmaken. Ik heb mijn kapstok verhuisd naar hier toe. Dan is daar geen meer plaats. Als ik gedaan met schoonmaken, ga ik naar At The Corner. Dus ik geef hun ook nu reclame tijdens deze moeilijke periode. Ik hoop dat ik hier ook nog op tijd klaar raak, want vandaag gaat ook nog Chris nog afkomen. Mijn schatje ligt nog even wat te slapen. Ik ben ook nog wat ook naar visbeelden aan het kijken. Ja, want alles is toch gesloten. We gaan nog zien wat we nog vandaag gaan doen. Maar ik denk niet veel omhoog, omdat alles ja, gesloten is omwille van de coronavirus. Wat kan ik dan doen? Ja, schoonmaken. Ja, opruimen. Ja mensen, het is nu de tijd voor op te ruimen. Mensen, dus ik moet nog zelfs ook nog de was ook nog sorteren. Dat moet ik ook nog doen. Dan moet ik ook mijn schatje dan wakker maken, want dat is op haar kamer. Dat gebeurt na het ontbijt. Dan ga, ik dan ook nog de vuile was richting mijn ouders eerst brengen. En dan van mijn ouders ga ik richting Chris toe. Maar ik wil alles al eens weten hoe laat het al is. Want ik wil om 10 uur hier vertrekken. Het is nu al 8:30. Dus ik ga haar klein beetje beginnen al wakker te maken. Voilà. Dat ga ik wel al doen. Ja. Schatje. Wakker worden hè. Dan doe ik daar het licht aan en dan kan ze wat rustig wakker worden, mensen. Ze ligt nog wat rustig te slapen. Maar ik gooi alles al open, dat ze dan rustig kunnen wakker worden. Dan ga ik ook nog de koffie zetten voor haar. Ja. Voilà. Goedemorgen, schat. Niet wanneer de kijkers meekijken. Nee, ik ben op mijn aanvallen. Oh, die lijkt het echt bij mijn ogen, hè? Voilà dan. Nee, ik bedoel de buitenlicht. Ah, dat verwakker te worden. Ja, kan ik eerst vragen of je hem mag openzetten? Ah, oké. Okay. Want ik kan er witte plekken van krijgen. Ah, oké, dat wist ik niet. Dus mensen, ik ben hier nog de kijkschat waar ik ook nog bezig ben, op de grond. Oh. Dus ik ga zo meteen ook naar At The Corner toe. Dan na At The Corner hoop ik dat je dan wakker bent. Dan ga ik mijn douchen. En mijn was al sorteren. Voor een wasmand voor mij ook te nemen naar mijn mama toe. Dan gaan we daar eerst naartoe. En zo rechtstreeks naar Chris. Goed? Dat zal wel moeten. Zal wel moeten? Nee. Als je niet wilt, moet je niet, hè. Dan blijf je maar hier. Want ik kijk ook naar uw gevoelens. Ja, ik ga niet snel met douchen en zo, hè. Dat weet ik, daarom dat je nog 1.5 uur hebt. Op die tijd ben ik niet goed wakker. Oké, dat zien we wel. Dus doe maar rustig op je gemak, goed? Ja. Want de laatste wil ik toch om 10 uur hier vertrekken, dat is nu 8:30. Dacht ik, ik ga gewoon eens kijken. Ja, 8:30. Dus ik ga nu nog de eclairjes halen, goed? Dan wil je er ook wat van eten. Of moet je een sandwichje hebben? Nee. Oké. Dus ik ga subiet ook nog eclairjes aanhalen in At The Corner. En ik ga ook mee vandaag ook nog scheren nog. Oh, tot straks. Klaar voor te vertrekken. Oei, oei, oei. Ik zie hier ook nog wat van haartjes. De potjes pak ik ook nog mee. Als dat gaat lukken. Misschien dat mijn schat die kunt dragen. Dat is het enige wat je moet dragen. Dat is toch zwaar, hè? Ik ga nu mijn deur sluiten. Ja, dat is voilà. Ben niet zo op je ogen, niet? Dat doe je ook verder mee. Ja, oké.
En ik ben aan het filmen, en maar ik zie niet hoe lang dat ik al aan het filmen ben. Dat is raar. Dat is echt heel raar. Oké, ik zie jullie zelfs allemaal. Zo, ik heb de was weggebracht naar mijn mama toe en naar mijn papa toe. Dat ik geen, ja, ik heb geen wasmachine, hè. Maar niemand was thuis. Ja, dus dat was gewoon drop and go. Go, ja. Ja, drop and go en up. Nu zijn wij naar de volgende stop en dat is... Chris. Juist, ja. We gaan Chris halen voor speeltjesavond. Ja, en dan gaan we misschien ook nog wel wat wandelen met deze mooie weer. Ja, dat wil ik wel. Dus we gaan dat ook wel bezien waar we uiteindelijk gaan wandelen. Maar ik denk in Lummen, waar ik de vorige keer ook picknick heb gedaan. Ja, ik alleen. Zij zat er gewoon bij. Zwaar, hè? Ja. Maar dat was toch wel echt heel mooi, hè? Ja. Oh, dan hadden we beter wel, denk ik, thuis meegenomen. Oh ja. Nu is het te laat, hè? Nee, we kunnen hem nog gaan halen, hè, ja. Voordat we naar Lummen gaan. Juist. Dan pak je die nu best al mee, hè? Nee, maar dan spaart dat toch sneller. Want ja, je zit 3 kwartier aan het rijden. En dat is al 1.5 uur dat je dan, ja... Dat is wel waar, schat. We bezien het wel. Ja. Voor de rest, ja, is er niet veel te doen hier in België. Oh, gaan we bowlingen? Nee, gesloten. Oh, gaan we squashen? Nee, gesloten. Oh, gaan we naar de cinema? Nee, gesloten. Voilà. En wat ik ook al heb gezien bij warrensbb.org, sinds dat alles aan het sluiten is, zijn er meer en meer registraties aan het gebeuren voor illegale downloads. Dus stop daar alstublieft mee. Of anders gaan we terug richting limieten en dat willen we dus ook weer niet hier in België. Nu hebben we al zover al kunnen halen. En ja, ik heb er wel last van mijn nek. Al van gisteravond. Ja, maar dan komt er wel stilletjes af aan terug los. Ik moet eerlijk zeggen, schat, ik ben nu meer uitgerust dan tegen 3 dagen. Ah, oké, dat is goed. Zeg mensen, ik ga jullie laten nu. Ik zie jullie zelfs allemaal weer al terug. Yo, oh, het is al hier al perfect goed gezakt al. Ja. Dat is echt weg aan het gaan. Ja, het water is weg aan het trekken. Ja, maar er ligt nog altijd veel water. Te veel, hè? Ja, maar de beek is terug aan het opslorpen, dat is goed. Dat is heel goed. Ze hebben toch nog opnieuw regen wat voorspeld, dus dat is dan weer niet goed. Allee, tot ziens allemaal. Yo! Want ik kan nog wat naar muziek luisteren. Ja, als de coronavirus aan het uitbreken is hier in België, ja. Daar zit niks anders op dan, jawel, naar het water te gaan. Hier is water. Aan deze kant. Ginder is water. Aan die kant. En wat heb ik in mijn handen? En hier, ze heeft ook water in haar handen. Hoi schat. Hey. En hier is ook al een vermis sinds 2019, dacht ik. Moet ik eens goed eens gaan kijken. Ja, 2019. Ik zal zeggen, ik ga ze biedt even ginder richting het water toe. En dan ga ik daar ook al wat beelden van maken. Ik zal zeggen, geniet er maar van. Want zogelijk de sportcentra's, de creatiecentra's en al, die zijn ook allemaal gesloten waar we dus allemaal niet naartoe kunnen gaan. Bijvoorbeeld, waar ik ook altijd ga eten, is in de Resto in Curringen. Die is ook 3 weken voor het eerste keer sinds dat hun bestaan gesloten. Daar hebben ze nog nooit daar meegemaakt. Nog nooit. En nu, ja, houden we gewoon ons maar bezig, hè, aan het water. Hè, schat? Ja. Allee. Ik zal zeggen, geniet maar van de beelden. Ik denk, dit was een wandelpad. En dat staat gewoon mooi. We zien dus hoe mooi dat de natuur is. Mooi de wolken. Ah, oh, zalig. En ze staan er mee allebei op te wachten. Dat ik even hier wat beelden van me heb.
Dat is dan de volledige wandelplan terug. Maar ja, dat kunnen we nu niet raken, dus dan moeten we helemaal terug. Dan heb ik gewoon al richting terug naar mijn auto toe. De waterpunt is nog altijd niet gezakt. Ja, dat is wel een klein beetje gezakt dat het al de afgelopen 24 uur niet meer heeft geregend. Dus dat is heel goed. Dus ik hoop dat jullie van de beelden hebben genoten en van mijn uitleg. Ik ben nu terug bij Chris en mijn schatje Bea. Ik was even afgeleid door de ting. Ah nee, tot ziens. Welkom op het laatste stukje van mijn vlog. Het is ook, ik ga jullie even ook op de hoogte brengen van het rijden en zeilen van mijn vlogs. Die kunnen jammer genoeg ook stilvallen door de corona-gedoe. Als er verplicht wordt om binnen te blijven, zo wil ik in Italië. Ik wil geen saaie vlogs afleveren. Dus niet dat ik gewoon continu binnen zit, dat ik daar vlogs van maak. Dat is elke dag dan hetzelfde en hetzelfde en hetzelfde en hetzelfde. En dat wil ik ook weer al niet in herhaling vallen. Ik zal het zo zeggen. Bij mij gaat het nog altijd tot nu toe goed. Ik ben niet besmet. Allee, denk het toch. En ik hoop dat ik dat zo lang mogelijk ook kan volhouden. Ik ga ook maatregelen toepassen, ook op het wijk, ook om mij veilig te stellen. Dus ik ben nu een week economisch wijkloos geweest. Volgende week moet ik dan terug gaan werken. Maar hoogstwaarschijnlijk is het 9 van de 10 kansen refter zitten. Ik ga sowieso zeggen, niemand komt tegenover mij zitten. Niemand niet. Nee. Ik verbied het. Daar leg ik voor mijn eigen op. En als iemand langs mij wil komen zitten, niet één stoel, maar twee stoelen. Echt tussen mij. Ik neem echt de zorgmaatregelen, want ik wil ook niet mijn vrijwilligerswerk hierdoor verliezen. Omwille van dat ik besmet ben, dat ik dan ook niet meer mag gaan afwassen. Want daar kijk ik echt altijd naar uit, voor elke vrijdag dat gaan te doen. Want het zijn één voor één toffe collega's. En daarom dat ik ook deze veiligheidsmaatregelen ga toepassen, dat ik ook veilig en wel nog altijd bij mijn bejaarden terecht kan. Dan nog iets van de veiligheidsmaatregelen. Ik ben het even erbij aan het nemen. Is dit. Ik heb mijn alcoholgel heb ik ook alle tijden bij mij. Het is maar een kleine tubeke. Maar ik ga ook proberen een regeling te treffen, bijvoorbeeld als ik eens even ook eens naar het wijk, even naar mijn rusthuis mag gaan, om het even gaan bij te vullen. Het is maar 20 milliliter, dus geen grote inhoud, waar ik dan
ja, daar ga meenemen. Het is niet een ganse fles dat ik daar ga meenemen van 500 milliliter of hoeveel dat, dat die flesjes ook zijn. Dat weet ik dus niet. Dus dat, dat wil ik dus ook niet. Dus gewoon mijn 20 milliliter typeke wil ik altijd laten bijvullen. Dat ik toch nog altijd tijdens deze crisis toch nog even door kan. Dan, ja. Tegen nog een half uur, schatje. Ah nee, nog een half uur. Ja, toch een goede 20 minuten, 25 minuutjes. Ja, mijn schat zit hier nog langs mij, die is wel in aan het tommelen. Want ik heb Chris nu ook naar huis nog gedaan. Ze is ook zo wat onzeker. Tijden van deze tijd. Stel dat we morgen niet meer mogen verplaatsen, dan is ze toch nog wel nog bij haar thuis. En ze is niet bij mij thuis in lockdown. Maar ze is wel bij mij thuis. Bij haar thuis. Zo bedoel ik ook. Er is ook al één maatregeling ook al genomen. Van Bea haar kant dan uit, dus mijn schat haar kant uit. Mijn schat is verplicht om 2 weken bij mij te komen logeren. Jammer genoeg. Maar ik vind dat totaal niet erg. En zij vindt dat ook niet erg. Alleen, het is allemaal voor ons ook heel, heel veel. Ja, het is eigenlijk ook voor ons te veel aan het worden waar we allemaal op onze schouders krijgen gegooid van informatie waar we allemaal moeten gaan opvolgen. Dus ook langs mijn kant uit, ook naar jullie toe, kijkers, was uw handen regelmatig. Heb je gehoest? Was uw handen. Dus dat was wel een nephoest, hè mensen. Of als je bijvoorbeeld niet dichtbij een waspak zit en je hebt wel papieren zakdoekjes, snut je neus, maak je mondje terug schoon, maak je handen terug schoon en gooi die papieren zakdoekje direct in een vuilbak of in een zakje en raak dat ook dan niet meer aan. Dat is ook een hele grote tip van mij, wat ik ook meegeef naar jullie toekijkers. Handen schudden doen wij ook niet meer. Voorlopig, dat doen we met, ik met de elleboog nu, of al met de voeten. Een goede dag zeggen, dat is nog allemaal toegestaan. Ik ben nog aan het denken. Ja, zo denk ik altijd. Wat voor maatregelen kun je dan ook nog nemen? Ik ga niet hamsteren in supermarkten. Doe het alstublieft niet. Want zo breng je ook de coronavirus naar de andere mensen over. Omhoog van, je zit daar ook nog dan bijeen gepakt. Je zit daar op elkaar, punt uit. Bijvoorbeeld, als er 3 of 4 mensen in een apotheek zijn, wacht dan even buiten dat er bijvoorbeeld 1 persoon terug is naar buiten gegaan. Ga dan pas terug naar binnen toe. Voor de frituren heb ik ook een tip. Dat is, ga niet allemaal massaal in één keer allemaal in een rij staan bij de frituur voor af te halen. Want dan heeft dat ook geen nut van bijvoorbeeld dat ze daar de tafels en de stoelen aan de kant hebben geschoven. En houd daar ook weer al voldoende afstand. Minimum 1 meter. Dus 1 grote spanwijdte van uw beide armen. Dan, wat ik ook wel heel goed vind, is dat de evenementen worden niet gecanceld, maar wel worden verschoven naar een latere tijdstip. 9 van de 10 kansen gaat dat hoogstwaarschijnlijk niet deze jaar niet meer zijn. We moeten sowieso al voornemen dat het jaar 2020 het slechtste jaar aller tijden gaat worden. Ik heb ook wat tips om jullie bezig te houden binnen. Dus in huis.
pakken een puzzel erbij, niet een puzzel van 50 of 100 stuks, maak een puzzel van bijvoorbeeld van 1000 stuks in elkaar. Zo van die dingen kunnen jullie dan ook mee bezig houden. Of kleuren en tekeningen, of timmer iets in elkaar. Of hou je bezig in huishoudelijke taken, maak je huisje schoner. Dus ik kan alleen maar deze mooie tips geven naar jullie toe. Hebben jullie ook nog leuke tips wat je ook binnenshuis kunt doen? Laat het ook dan hier echt in de reacties weten. Dat ga ik sowieso ook nog voorlezen, de Q&A die er maandag... Die ga ik sowieso nog doen. Nu maandag ga ik de Q&A nog opnemen. Dus dat komt dan dinsdag online. En als er ook een lockdown is, ja, ik heb het al in het begin van deze fragment al gezegd, ga ik ook geen vlogs meer maken. Een tijdelijk stop met vloggen. Maar ga ik mij even gaan concentreren in de gaming scene. Dus ga ik wat gaming movies opnemen. Ga ik ook wat nieuws proberen te sprokkelen voor jullie. Met de nieuwste games en al. En jammer genoeg is ook de E3-beurs in Los Angeles volledig gecanceld dit jaar. Dus er gaat geen E3-beurs doorgaan dit jaar. Dus ga ik via op andere wegen, contactwegen nog, moeten gaan zoeken naar nieuws. Van bijvoorbeeld wat de gamingontwikkelaars mee bezig zijn. Naar de nieuwste games toe en dan. Dat wil ik dan ook wel even in het leven roepen. Dat jullie dan daar ook op de hoogte blijven. Wat ik jullie dan ook wil doen is bijvoorbeeld een kleine fragmentje maken van bijvoorbeeld van 1, 2 minuten. Of misschien iets langer. Van hoe het met ons gaat. Hoe het met mij gaat, hoe het met Bea gaat. Dat wil ik ook voor jullie, wil ik dat ook nog altijd echt doen. Het is echt, echt waar, kijkers. Echt, we gaan nu gaan improviseren naar ideeën toe. Wat ik ook op, via mijn YouTube kanaal nog kan doen. Want alles is gesloten. De funcentra, zoals ik bijvoorbeeld, ik had dan, donderdag wou ik gaan bowlingen, maar zij had er gezegd, ja, zij was niet goed, mijn schat. Heb ik ook gezegd, oké, dat is geen enkel probleem, dan gaan we maar volgende week gaan bowlingen. Nee, ik was moe. Ah, ze was moe. Dat was het. Ze heeft mij juist hier verbeterd, ze zit hier gewoon langs, maar ze is nu ook moe. Dat is ook niet op beeld wilt. Ja, heeft zij dan gezegd, dan gaan we maar volgende week voor een euro gaan bowlingen. Maar dat gaat dus nu ook niet door. Ik heb nu ook een hele zware inkomstenverlies. Ook van Bewel uit. Dus als ik in 1 maand 2 keer moet gaan toppen, dan ben ik echt een halve maandloon kwijt. Dus die halve maandloon, die moet ik nog ergens anders gaan zien te vinden. Om echt mijn rekeningen te kunnen gaan betalen. Dus mijn water, mijn elektriciteit, mijn gas, mijn internet, mijn huur. Dan heb ik nog niet over eten en drinken. Dat moet ook nog ingekocht worden. Dus ik moet nu ook heel zwaar gaan kijken, ook op mijn budget. En ik heb sowieso nog echt zwaar moeten nadenken hoe ik dit ga oplossen. Ik hoop van harte dat mijn papa, dus mijn ouders, ik moet echt op mijn ouders weer gaan vallen. Ik vind het heel raar, ik ben 32 jaar en ik moet gaan aankloppen bij mijn ouders, dat het dan niet anders kan.
dat zij dan even zo gaan bijschieten. Dus, bij deze. Voordat jullie nu een klein beetje op de hoogte zijn, wat mijn ideeën zijn, hoe het nu even verder moet gaan met Psycho TV. En ik ga ook nog één tip geven, ook naar andere vloggers toe. Vlucht alsjeblieft niet naar het buitenland toe. Waarom niet? Je kunt nu niet meer zeker zijn van als je terug geraakt. Want wij hebben nu ook een negatieve reisadvies gekregen voor naar België toe te komen. Dus buitenlanders die België willen bezoeken, daar raden ze nu ook al af. Dus de vluchten gaan pak minder zijn. Ik heb het ook al wel op Flight Radar 24 ook al gekeken. Er zijn pak minder vluchten al richting Amerika toe. Tegenover donderdag. Dan zou je nog een of andere vliegtuig naar Amerika vliegen. Maar dat zie ik nu ook al niet meer gebeuren. Naar Italië, waar die lockdown momenteel bezig is. Daar zie ik nog amper vliegtuigen naartoe vliegen. Dat is allemaal echt heel raar. Echt om te zien. Ik ben ook vandaag naar een friet gaan halen bij het Rompunt. Daar stonden gewoon de stoelen en de tafels gewoon echt tegen de muur op elkaar gestapeld. Echt een heel rare zicht. De vrijdag ben ik voor mijn schat nog een broodje hesp gaan halen. Bij de Bruno's. Dus ik maak wel reclame nu. Omhoog dat hun ook... ik maak nu gewoon sluikreclame. Omhoog van hun hebben nood aan dat mensen nog gaan afkomen om het te komen af te halen en niet bij hun consumeren. Ga daar gewoon naar binnen toe. Ga je eten halen en eet het gewoon desnoods in uw auto op. Dat is ook een tip dat ik je kan geven. Maar ga niet met 5-6 mensen tegelijkertijd eten. Dat je daar bijvoorbeeld buiten op een baas gaat zitten, dat mag dus ook niet. Dus probeer met een groepje van ik en mijn schat bijvoorbeeld, of nog iemand anders erbij. Dus ik had nu straks ook nog Chris erbij. Met 3 maximum ergens iets gaan eten. Dus ergens iets uit gaan halen en dan bijvoorbeeld in een auto opeten. Of ergens op een baas gaan eten in de natuur. Want ik hoop van harte dat we deze advies niet gaan krijgen. Dat we ook niet meer gaan mogen gaan wandelen in de natuur. Dat we echt moeten gaan binnenblijven. Dan hoop ik niet dat dat zo ver moet komen. Want ik ben ook een natuurmens. Ik wandel heel graag. En dat weet mijn schat ook. Ja. En mijn schat kwam zelfs ook al met de vraag, zeg, waar ga ik, met wat moet ik mee bezighouden als je bent gaan werken en al. Ze gaat ook bij mijn thuis vervelen. Als ik dan ook weer op thuis kom, ik weet ook dan niet wat ik dan nog moet doen. Want echt alles is gesloten. Alleen nog de supermarkten en de apotheek zijn nog tegenwoordig open. En ja, de frituren, noem maar op. Die zijn ook nog wel open. Maar voor hoe lang nog? Maar ook, ik roep het nogmaals op, alsjeblieft, ga niet hamsteren in supermarkten. Alsjeblieft, doe dat niet. Want ik wou mijn lievelingseten gaan halen, macaroni met kaas en hesp. Onder mijn neus door, hè. Was er niet meer, hè. Weg. Ik wil maar 1 pak gaan kopen, hè. Maar tegenwoordig kopen mensen 5-6 pakken.
Wat ik ook al heb gehoord, dat mensen, dus ik ga even over hamsteren bezig zijn, dat mensen 5 tot 10 pakken eieren kopen. Maar dan denk ik, op mijn besef van, eieren, die blijven maar 3 tot 4 dagen goed. Wat ga je dan doen met de overige eieren? Ja, die moet je weggooien, want die zijn slecht. Dus laat ook de andere mensen ook hun levensbehoedsmiddelen kunnen kopen, dat ze ook verder kunnen leven. Dat wij bijvoorbeeld met onze eikens nog aardappelpuree en al kunnen maken. Dus mensen, sta er even ook bij stil. Ga alsjeblieft niet hamsteren. En met hamsteren maak je ook langere wachtrijen aan de kassa's. Je pakt die microbes dan ook mee. Je staat daar op elkaar geplakt. Zo ga je de besmetting rapper ook rond. En wat ik ook afraad is ook privéfeestjes houden. Doe dat niet. Of je moet wel een feestje houden. 2-3 man. Meer niet. Houd onder u kleintallige vriendenkring bezig. Ik heb het ook ook oplossingen moeten zoeken van hoe ga ik dat doen en minder contact te houden met, ook met vrienden, maar toch nog de goede contact behouden. Zo wil ik nu ook met Chris. Chris woont in Zandhoven. Ik woon in Alken. Dat is 69 kilometer van elkaar. Maar wij gaan wel contact houden via Skype. Skype of WhatsApp. We gaan FaceTimen. Dus die vriendschapsband die zal niet kapot gaan. Nee. En amai man. Hier staat normaal gezien, ik zit nu op de afrit van Hasselt. Normaal staat hier echt, ik weet niet hoeveel wagens aan te schuiven aan de rode lichten. Maar nu, amai man, amper iets. Dus, bij deze. Ik hoop dat jullie nu hier goed zijn geïnformeerd rond de corona en de toekomst van Cycle TV. Jullie moeten dus geen paniek hebben. Cycle TV zal blijven bestaan, maar zal even een minder activiteit worden geacht. Daar kunnen wij niks aan doen. Daar kun, ja, voilà. Je ziet even zo haar nog. Voilà. En je ziet zo hoe mooi ik ben. Voilà, je ziet ook hoe Bea nu momenteel is. Ze is echt moe en al. Dus daarom dat ik nu ook ga stoppen met vloggen. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Ook als ik niet meer zit te vloggen, blijf abonneren op mijn kanaal. En klik ook op het belletje. Dan blijven jullie ook op de hoogte wanneer dat er ook een nieuwe video is geüpload op mijn kanaal. Want ik kan nu niet exact de tijden zeggen van wanneer dat er nog eens een nieuwe video online gaat komen. En via dat belletje blijven jullie zeker op de hoogte. Dat is door het te veel te babbelen. Zelfs je handen wassen. Voilà! Ik moet zelfs dus mijn handjes wassen. En dat ga ik ook doen, schat. Dus dankjewel. En ik zie jullie morgen fris en wel weer al terug in een nieuwe, gloednieuwe vlog. Tot morgen. Yo!